Welkom bij mijn tentoonstelling Traces of Existence. Nou, ik heb een aantal thema's waarmee ik werk. Een van de thema's is waar natuur samenkomt, of eigenlijk een soort het grijze gebied tussen natuur en stad en stedelijkheid. Voor mij is dat een super interessant gebied. Hier in Nederland hebben we er niet zo heel erg veel meer van, maar nog steeds heb je wel plekken waar dat is. Dus in Oost-Duitsland met name, waar we dus dan in die fabriekspanden werken, dan zie je in één keer wat gebeurt als er dus 30 jaar niks aan wordt gedaan. En dan zie je dus dat tijd en alle elementen die daar dus mee te maken hebben, water, regen, wind, maar dus ook de natuur, daar dus een enorme invloed op hebben. Ik vind dat een heel erg fascinerend gegeven, tijd. En voor mij voelt tijd heel erg meer als een concept. Net zo'n soort systeem als het perspectief. Dus dat wij de ruimte en alles om ons heen proberen vast te grijpen. Wat ik er heel interessant aan vind aan het thema, dus aan het perspectief gebruikt, is het feit, zeg maar, dat het dus een soort schematische weergave is van hoe je dus de werkelijkheid om je heen kan definiëren. Dus je kan dat eigenlijk, de werkelijkheid, vangen. En zeker met die wat kleinere werken vind ik het heel fascinerend dat je dus met een aantal lijnen kan je dus een ruimte eigenlijk al creëren. Dus zonder dat je het heel groot moet maken, je kan daar dus helemaal op inzoomen en toch heb je het gevoel dat daar een grote ruimte is. Op wat voor manier ervaar ik de wereld om me heen en ervaar ik de werkelijkheid? Want ik heb het idee, in ieder geval, daar ben ik niet helemaal over uit, maar dat het ook voor iedereen anders is. Dat hetgene wat je ziet heel erg te maken heeft met wat je hebt meegemaakt en wat je dus herinnert. En als je dus eigenlijk, laten we zeggen, op een normale dag rondloopt, dat je, naar mijn idee, maar minder dan de helft echt letterlijk ziet. Omdat de rest allemaal te maken heeft met wat je herinnert. Ik gebruik ook veel materiaal wat, zeg maar, eigenlijk voor heel veel mensen totaal waardeloos is. Dus bijvoorbeeld, ik haal ook heel veel oud behang uit die fabriekspanden die dus allemaal van de muren afkomen. Dat je dan eigenlijk dus met het zinloze materiaal daar dus uiteindelijk weer iets mee creëert. De reflectie. Ik heb het werk gemaakt nu afgelopen zomer in het plaatsje Meuselwitz in Duitsland, in Oost-Duitsland. Waar we een project hebben gedaan, If Paradise is Half as Nice, nummer 11. En nou ja. Normaal gesproken bouwen we daar grote installaties. En nu, dit keer, heb ik ervoor gekozen eigenlijk om echt een soort een afdruk bijna van de ruimte zelf te maken. Al die structuren die erin zitten en alles, dat komt daar echt allemaal vandaan. Heb ik zo geassembleerd dat het de ruimte zelf is geworden. Voor mij, wat ik belangrijk eraan zou vinden, is dat mensen dus even dat gevoel hebben van, ja, misschien eventjes geen grip op de werkelijkheid te hebben. Het gewoon eventjes te denken van, wow, wat is dit eigenlijk? Het is, nou, misschien confronterend of misschien grappig of misschien, ja, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet, maar een soort andere blik eventjes op de werkelijkheid. Dat zou voor mij een heel mooi feit zijn als dat zou lukken.